Hallo Imkersbond Deinzen. Het voorjaar komt eraan en ik zou graag mijn kasten reinigen. Maar zoals jullie zien hebben wij kunststoffen kasten en houten kasten. Hoe pak ik dit best aan? Welke methode is er om zowel kunststof als hout te reinigen? Onze lege broedbak op de binnenzijde is nu heel vuil. Er zitten dus resten op van was. We gaan dat nu reinigen en ontsmetten ze. Eerst met een paletmes de wasresten en de propolisresten ze zoveel mogelijk afkrabben. Met een groot paletmes gaat dat vlug. Je kunt ook uw kasbeitel gebruiken ze voor de kleine stukjes. Alle restjes van was verzamelen we en die gaan dan allemaal in de stomen wasmalter. Voilà, hij is afgeschraapt. En nu gaan we hem ontsmetten. De beste manier om de binnenzijde van uw kast te ontsmetten is met de vlam. We gaan goed in de hoekjes, tot ons goud hazelnoodbruin is. Als je je vlam te lang op één punt houdt, ga je dus een zwarte vlek bekomen. Dat is niet nodig. Dat is te lang. Dus eigenlijk gewoon met de vlam rustig over en weer. Niet blijven staan, want dan bekom je dus zwarte vlekken. De vlam kan je ook gebruiken om eventueel gereinigde raampjes te ontsmetten. En voilà, de kast is klaar voor hergebruik. Ja, we gaan nu onze bodem een keer reinigen en we gaan dus nu reinigen met bleekwater. Vandaar dus dat ik een Tyvek pak aangedaan heb. We nemen een emmer met 10 liter water en daar doen we een liter bleekwater bij, de helft van deze fles. We zorgen ook dat we een emmer met gewoon klaar water klaarstaan hebben. Met het paletmes reinigen we de bijenluier. En we spoelen met een beetje proper water. En we laten drogen. De bodem ontdoen we van propolisrestjes. En terug met ons mengsel water, bleekwater, reinigen we onze bodem. Onze bodem laten we nu drogen en die is klaar voor hergebruik. Nu gaan we dus een kunststofkastje, een Keeler bevruchtingskastje, in de volksmond noemen we dat ook de ISMO-kastjes, de hard schuimkastjes, die kunnen we dus niet reinigen met een brander. Zeker niet ontsmetten ze. Wat gaan we daarvoor gebruiken? Daarvoor gaan we soda gebruiken. Ik heb hier warm water klaargezet en hier koud water om te spoelen. Thuis heb ik deze infrastructuur niet. Thuis gebruik ik gewoon 2 emmers. Een groot handvol van die sodakorrels lossen we op in het warme water. En je zal zien dus dat het water bruiner en bruiner zal worden. Dat is dus de propolis die oplost in de soda. Na reinigen spoelen
met klaar water en laten drogen ze. Ook de raampjes. Je ziet zelfs de kleinste restjes was zijn aangetast door de wasmot. Die zwarte stipjes die je ziet zijn de uitwerpselen van de wasmot. Die kan je ook gewoon erin gooien. De onderdelen maak je los. Het voederbakje haal je eruit. En hier ook zie je vraatsporen van de wasmot. Dat gaat in de bijt de soda. Als je er niet aan kunt in de diepste delen, dan gebruik je daar een borstel voor om dat goed te reinigen. Je kan ook met een mesje heel voorzichtig, want het is dus een broze materie. Uiteraard is dat ook bruikbaar om die grote zegenbergenkasten mee te reinigen. Dus altijd handschoenen dragen ze, want soda ontvet serieus en dat is niet zo heel goed voor de menselijke huid. Je ziet dus, het is al vrij redelijk goed gekuist eigenlijk. En dat kost bijna 2 keer niks eigenlijk. Maar handschoenen dragen,